Al van in 1791 wordt er hier op de brouwerij Bostegers zonder oponthoud gebrouwen. Dat betekent dat wij al ouder zijn dan België. Dat is qua datum iets na de Franse Revolutie. Hier in het gebouw dat door architect Minard gebouwd is, bevinden zich ook de schilderijen van al de voorouders, die dus de brouwer zijn geweest. En ikzelf ben de zevende generatie. Wij hebben twee historische bieren, Triple Carmelite en Paul Kwak. Paul Kwak had een herberg en volgens een code van Napoleon mocht op een bepaald moment de koetsier met zijn passagiers ene gaan drinken. En dan had Paul Kwak daar iets op gevonden door een glas te creëren die aan de koets kon gehangen worden. Nu, dit glas wordt nog altijd gebruikt. Kwak heeft een hele specifieke manier om uitgeschonken te worden. Als het schuim hier komt, moet je nog 1 à 2 vingers bier in het glas hebben. En daarna trekt het schuim mooi op tot het zich ongeveer daar stabiliseert. Ons andere historisch bier is Triple Carmelite. Gebrouwen met 3 graansoorten, tarwe, haver en gerst. Volgens een recept van 1679 afkomstig van het Dendermonds Carmelietenklooster. De tarwe geeft frisheid en de haver geeft romigheid. Het is een bier dat nog niet zo heel lang geleden verkozen is geweest als de World's Best Ale op de World Beer Awards. We hebben nog een ander specialiteitsbier, dat is Deus Brut de Flandre. Dat neemt 1 jaar tijd in beslag om dat te maken en in feite is dat het beste van 2 werelden. Enerzijds het brouwproces en anderzijds de wereld van de sprankelende wijnen. Echte divine grain bubbles, goddelijke granenbubbels.